Serieus? Hoofd naar achteren! Gaan we allemaal zwemmen? Zwem als een vis! Welkom dames en heren, zwemkampioenen deel 2. Hebben jullie er zin in? Nou, is het goed? Ja, hij ziet er heel goed uit. Vandaag hebben we een speciale gast. Champions League gespeeld. Marokkaanse elftal gespeeld. Bij Ajax gespeeld. En bij Sparta gespeeld. Straatvoetbal komt hij er ook wat van. We hebben het nu over onze assistent-trainer van Sparta, Noordin Boukari. Ja, Noordin, wat ben je? Oké, daar is Noordin. Goedendag allemaal. Ja. Hey, Noordin Boukari, onze legende. Nou, dan ben jij meer, hè? Ik krijg niet meer omhoog. Onze levende legende, hè, samen. Nee, welkom. We kennen elkaar al heel lang. Ja. Vanaf, ja? Van? Ik denk van geboorte al. Ik zal jullie wat vertellen over Noordin. Hij ging altijd met zijn broertje Murad, gingen ze naar de stad. En dan gingen ze trucjes doen. En dan gingen ze geld inzamelen. Klopt toch? Ja, mijn broertje was daar wel heel goed in. Ik zat alleen maar zo. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. We gaan over naar de warming-up-tas avond. Aan de staan. Heb je een beetje naar het Pisani zo bekijken? Ik heb die films gezien en ze zijn best wel... Het is een zware klus voor mij te wachten. Want conditioneel zit er niet in. Je doet springen en je rug krop. Oh jee. Tot Henkie. Film is Henkie. Henkie is daar. Ja. Ik zou weinig zeggen, we moeten wel alles uitleggen. Want het is weer, denk ik, heel lang geleden. Hoe lang? Nou, ik was een jaar of 6, 7. Ja, ik ben nu 43. Dus, Hij is nu 43, maar wij verschillen gewoon 5 jaar verschillen wij. Ja, dat goed, ik blijf herhalen. Springen, rugknop. Ben je bij Henkie, schoolslag. Ben je aan de overkant, kom je terug rustig op je rug. En dan van Henkie naar de mat, borstkrol. Maar ik ga herhalen, Gewoon hier rug. Rechtsstaan. Kom op 40 uur gewoon. We moeten niet daar, ik wil duiken. Oh. Nee, we gaan rechterin. Ja, we willen duiken. Nee, we gaan rechterin. Het zat in met die Boukari, jongen. We gaan rechterin. Let's go, rechterin. Oh, ja, gaan we rechts. Ja, rug erop. Draai naar je rug. Trappelen, sahbi. Trappelen, man. Hoofd naar achteren! Wat is dit? Sneller man, sneller! Doe je tenen naar de muur! Dat zijn ze, juist! Heel mooi, oké, draai maar op. Fox. Recht maken. Wacht aan, Noordin. Wacht, Noordin. Buik omhoog. Ja, die kan. Ja. Die kan niet verbergen. Ook naar achteren. Weet je hoe lukt die was vroeger? Ja, voorscroll. En dan? Voorscroll! Wat is dat? Juist! Suzani, hij doet hem goed, hè? Juist! Ja, netjes hoor. Dat noemen ze pas die Noordin Boukari. Klimmen! Zo, ik wil even zien. Hij vroeg was je liever, man.
Mensen veranderen. Je lijkt mij wel als ik... Klimmen, Sabi, wat is jouw toerist hier? Klimmen! Waar naartoe? Hier, klimmen! Trap pakken. Nee, de mat gaat erop. Zit. We zijn niet van via de trap. Ja, dat klimmen. Mat, blijf van die kant af. Niet smokkelen hier, zeg. Klimmen, Sabi, moet je helpen? Handje erbij. Gaat het mooi. Tuurlijk gaat het wel. Klimmen, Sabi. Doe je handje erbij. Doe je handje erbij. Hij is zo, Kom, kom. Ik wil het niet. Ja, jij bent de meester, dus luister naar jou. Hoe vind je hem zelf? Ik vind hem leuk, maar... Leuke warming up, hè? Het is best wel zwaar, man. Ja. We gaan kijken of hij de welverdiende certificaat binnen gaat halen. Nou, eerste warming up heb je gewoon een goede voldoende van mij gekregen. Ben ik blij mee? Nu gaan we... Henkie redden! Alweer? Juist. En nu redden. We gaan zitten met je rug naar Henkie toe. Kan ik een beetje uitrusten als het niet kan? Ja, maar lekker zitten uitrusten. Dan gaan we zitten met je rug naar Henkie. Oh, jij pakt ook echt net duiken, zeg maar. Ga je zo meteen. Maar het is wel een goeie, hoor. Goeie gast. Goeie broed. Je gaat zo meteen Noord in. Achterover erin vallen. Dan draai je om, zwem je rustig op je buik. En dan mag je zo. Vraag me zwaar, Henkie. Ik zeg niks. Deze vraag krijg ik vaak, maar ik ga niks zeggen. Ik ga eerst even Henkie erin gooien. Kom. Henkie, doe je rustig aan. Even Henkie erin. Gaan we allemaal zwemmen? Zwem als een vis. Ben je klaar voor Noordin? Ja. Achterover vallen, rustig op je buik zwemmen. Ik ga zo meteen bij Henkie staan en dan mag je redden. En daarna vervoer je hem helemaal naar die andere nummertje 6. Ben je klaar voor? Ja. Vanaf hier ga je onder water. Ja, nu go! Draai hem op, blijf van zijn nek op. Juist. Achterhoofd op je borst. Juist, Morten, dat zijn ze. Zo hoort hij niks, hè? Hè? Dat zijn ze. Hallo? Gaat het goed zo? Ja, gaat goed. Netjes. Heuren. Ho. Kijk Oh man,
Dat is van het ja, dat vind ik het wel netjes. Ik vind het best ook een opzet om ja? te kijken. Ja, ik vind het wel goed. Ik denk dat dat echt wel heel lang geleden. Ik zit eigenlijk niet goed als hun, maar dat vond ik best wel mee dat ik Oké, gaan we de volgende opdracht doen. Ik ga eerst op wat doen. Ga jij naar toe, cameraman? Oei, oei. Dat is goed. Pit geleermeester, pit gezondig. Ja? Pit gewoon. Had je het onderschat? Ja. Dat vind je wat makkelijker? Ik denk dat het echt makkelijker is. Ja? Het is echt zwaar. Maar waarom kijk je uit? Ja, ik vroeg ook altijd. Waarom kijkt hij uit? Sowieso, ik moet diploma's gaan. Ja, ik kijk ook bij Zinedine Zidane af, Ronaldinho, ja? Leer je ook wat af. Allemaal. Kan je leren, hè? Allemaal nadoen. Dan gaan we kijken hoe ver jij onder water kunt zwemmen. Oh, mag goed, je duiken of bommetje, wat je wilt, tot hoe ver jij komt. En dan, wanneer je boven komt, zeg ik hoeveel meters je hebt gezwommen. Dan gaan we tot de helft. Ja? Let's go, ik ben benieuwd. Ik ga geen bommetje doen, als het alles vies hier. Kom vanaf hier weer. Hoe jij wilt. Je mag van de lage, de hoge. Ja, dat doet wel lekker leuk. Zo ver mogelijk onder water zwemmen. Kijk hem dan. Hij maakt het aan, ja. Nu wordt het serieus. Hoppakee. Oh, 13 meter. Nee, 12 meter. 13. 12,5, 13. Ik vind hem netjes. Je hebt mij door. Heb ik hem één keer, hij mag 10 keer, ik heb maar één keer. Pak hem even 13 aan. 13 meter. Leermeester, te klein. Nee. Hey jongens, snel bij Turbo zwem inschrijven. Is goed voor jullie, geloof mij nog maar. Helemaal goed. Volgende opdracht. Je gaat op je rug liggen. En dan probeer je zoveel mogelijk achtercontrole te maken. Hoeveel? Zoveel mogelijk. Oké, ja, op je buik. Doe je eerst op de buik. Doe op de buik liggen, maak je koprol voor over zoveel mogelijk als je kan. Jij bent het overgeven, ja. Kom. Net je van haar. Komt goed. Zit. Zwemmen. En wanneer ik ja zeg, zoveel mogelijk koprollen achter elkaar. Voorover. Dat doen we achterover. Probeer wel te blazen met je neus, zodat je geen water in je hoofd krijgt. 1, 2, go. En dat is 1. En dat is 2. 3. Oei. Oh ja, hij is netjes. Hij is netjes. En jij zegt ook voorover. Voorover. Hij is netjes. Dat mag ook rustig, of is het jou van... Nee, rustig maar uit. Nou, weet je waar die turbo voor staat, hè? Die turbo is super plus. Alles sneller voor elkaar. Maar ja, aan het einde hebben we wel een diploma op zak. Gaan we het op onze rug doen, achterkop rond. Ik ga proberen. Rustig op je rug zwemmen. En wanneer je zijn schreef... Ik denk dat het moeilijk proberen. Is, maar proberen. Achterover is altijd moeilijker dan voorover. Ja, dat snap ik. Zwemmen. 1, 2, go, achterover. Goed zo. Hij is goed. Ik had dat echt niet van jou verwacht als oude man. Nee, maar ja. Jong geleerd, hè. Oud gedaan, maar jong geleerd, zou zeggen. Jong geleerd, oud gedaan. Voor de jongens die het niet weten. Als je vroeger veel kan zwemmen, veel sport oefenen, dan is het altijd dat als je ouder wordt, is het wel gemakkelijker. En dan kun je ook later je kinderen ook leren. Advies geven zwemmen, voetballen, basketballen, alles voor. Dus wees sportief in alle zinnen. Volgende onderdeel. Zo lang mogelijk onder water blijven. Oké. Zo lang mogelijk onder water blijven. Ben je er klaar voor? Moment. Als de klok op 30 is, kan je naar beneden.
En dan wanneer je boven komt, kan je zelf kijken en dan kan je zien dat het iets komt. Ja. Trouw je wel, maar dit soort spelletjes dat je niet trouwt. Dat moet volgen. Maar je hebt me wel verrast. Heerlijk gezellig, ja, ja, ja. Dat doe ik vaker, hè? Je hebt mij verrast. Vroeger zei dat ik niet kon voetballen, maar uiteindelijk... Ja, ja, ik heb een paar keer met jou gevoetbald, vorig jaar of 2 jaar terug. Je praat veel. Op! Naar de laatste onderdeel. Moet je helpen? Ja, zeer, zeer. Doet ze dat wel. Laatste onderdeel. Maar voordat we naar de laatste onderdeel gaan, camera, wil je even filmen? Ah, oh, leuk. Leuk voor de kids, jongen. Ja, 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 ja. De nieuwste trainingspak met een shirt en een mooie Sparta-bal. Het seizoen 2023. En ik had wel wat voor het geregeld. De lijnlijst afgekeurd door onze badmeester. Ja, de Noordi Bukhari had was voor mij geregeld voor de kinderen, maar ik had hem afgewezen. Want wij gaan voor specialisme. Maar dat snap ik wel. Ja, natuurlijk. Zometeen gaat Noordi ze tekenen. Ik gooi een shirt naar hem, moet hij teruggooien naar mij. Elk shirt die hij teruggooit naar mij gaat hij zometeen tekenen. En als jij een shirt wil... Gaan we allemaal zwemmen? Zwem als een vis, zwem als een vis. Zwem als een vis, zwem als een vis. Zwem als een vis, zwem als een vis! Je weet zelf, dan kom ik hem brengen naar je. Ben je er klaar voor? Zeker. Is duiken in het water, stil blijven liggen. Ja. En wanneer je boven komt, noteer ik hoeveel meters, dan ga je water trap. Daarna ga ik elke keer een shirt naar jou gooien. En dan gooi je hem terug naar mij. Juist. En daarna ga je hem tekenen. En dan geef je het lekker als cadeau aan de kids. Ben je er klaar voor? Ja. 100? Dus de water uit. Stil blijven liggen. Zo lang mogelijk. Stil blijven liggen. Juist, dus uitrijven. Zo lang mogelijk. Ja, wat begrijpt hij nou niet? Wat? Ja, wat drijf ik? Ik ga het nog keer duiken. Ja. Duiken. Ja. Blijven drijven, ja. Niet bewegen, okay. Ook niet met je neus, niks, helemaal ook niks. Je haren niet, niks mag bewegen. Nou, dan heb je dat ik niks mag doen. Daarna! Niet zo doen. Hey! Ja, hij is scherp, je bent scherp, hè? Hij is scherp. Nummer 10 op zo. En daarna... alles. Ik ben nummer 10, ik kan alles zien. Daarna water trappen, gooi ik een shirt naar je, gooi je hem terug naar mij. En okay. Elk shirt die je droog naar mij gooit, mag je tekenen. En dan geef het cadeau aan de kids. Wij gaan alles proberen om het droog te houden, jongens. Dat is mijn naast, maar niet. Let's go. Moet je jou gewoon vanaf hier springen? Duiken. Ja, en dan zo lang mogelijk. Ja, ik ben straks aan de tijd. Boy, wat snapt deze man nou niet, joh? Ben jij gek aan het maken? Ja? Let's go. Go. Blijf stil. Yo, zo is het goed. Heel mooi. Kom maar hier. Lekker water trappen. Elke keer. Want alles wat hij zegt, komt echt gewoon ogen dicht. Dat helpt altijd. Water trappen. Ik praat niet te veel, jongen. Okay. Oké, daar komt de eerste shirt. Ah! Nou, ik heb in ieder geval eentje blij gemaakt. Ja, hallo, ik geef niet. Maar ik heb niet tenminste
blij gemaakt. Alvast gefeliciteerd, zacht toe. Ah. Misschien niet van Nederland. Dit is niet ook een krulletje. Echt zwart. Ga maar even zitten, Noord-Elise. Zo. Ga maar even bespreken. Man, dit is lekker zeg. Ik hoef niet meer te trainen, denk ik. Ik heb mijn dag. Ik vind het leuk, man. Ja, ik vind het ook wel leuk. Je hebt mij onderschat. Ik heb natuurlijk bij jou nooit gezien. Ik hoor het wel via familiekring en alles. Nu dat ik dat zelf meemaak, vind ik best wel, ja, best wel goed en knap hoe je dat allemaal doet. Daar heb ik wel respect voor. Ook voor je verrichting. De kinderen natuurlijk straks. Die zijn nog leergierder dan. Want ik ben mijn 43 jaar leeftijd, dus. Gaat het door, zou ik zeggen. Heb je een berichtgeving naar onze kinderen in Nederland? Ja, voor alle kinderen in Nederland. Ik wil jullie adviseren, zo snel mogelijk richting Turbo zwemmen. Neem contact op met badmeester Aziz, Abdelaziz. Ja, en dan gaat je gewoon leren zwemmen. Zo snel mogelijk heb je je diploma. Als je ziet hoe ik het heb gedaan, dan kunnen jullie het allemaal makkelijk. Dan zit met twee vingers in de neus, heb je zo je diploma. Het zijn alle kinderen in Nederland. Schrijf je in en zorg dat je snel aan de bak komt en les kan krijgen van badmeester Aziz. Of van een andere zwemlesaanbieder. Het gaat erom dat de kinderen uiteindelijk zichzelf kunnen redden in het water. Ja, dat was vergeten te zeggen. We hebben een goede, zeker. Wat ik ook wil zeggen is zeg maar, wat je veel hoort in Nederland, maar ook vooral in het buitenland. Dus wij met onze buitenlandse afkomst, dat we veel op vakantie gaan. En dan durf je niet zo snel 1, 2, 3 je kind in het water te gooien of in de zee. Omdat hij natuurlijk geen diploma's heeft. Maar ik denk als je nu gaat leren zwemmen, ook in Nederland, je ziet het is een land vol met water. Dus als je dat met een diploma op zak hebt, ja, dan is het iets makkelijker en veiliger. Dus ook voor de ouders die hun kinderen dan op zwemles kunnen zetten. Netjes hoor. Gaan we een mooie handtekening. Hij is groot, dus het is een mix van Marokkaans en Nederlands. Dus, wat adviseer jij, Noordi? Alleen op de shirt en die jackie niet? Kijk, ik doe wel meestal voor die kinderen, als ze het leuk vinden. Het liefst aan de boot, aan de midden, zeg maar, hier zelf. Hier of hier. Ja, toch? Dan kunnen ze hem dragen of ze kunnen hem inlijsten, als ze zelf willen. Ja, toch? Dus, nou, oh, let's go. Jij gaat ze weggeven, dus jij moet zeggen waar is de graaf voor de kinderen. In het midden is mooi. Ja, dat? Hier is mooi. Dat is even zo. Netjes hoor. Volgende shirt. Oh ja, elk shirt heeft een pen. Oh, sorry. Dan krijgen we gewoon echt. Dan krijgen we gewoon goede kwaliteit. Goede kwaliteit. Ja, dat heb ik goed geregeld. Ja, toch? Zelfs daar denkt hij over na. Alles voor de kids. Dat is belangrijk. Alles voor de kinderen. Kinderen zijn de toekomst. Ja, toch? Ja. Je hijgt nog steeds, jongen. Ja, conditie wel hoor. Het is ook zwaar, hè? Ja, klopt. Het is niet 1, 2, 3 dat je het zo. Kijk wat ik net zei. Kijk, heb je de M. En dan heb je Bukhari. Wat ze niet kunnen lezen. Dan heb je een krul. Dan heb je M. Bukhari. Makkelijk, hè? Ja, is netjes. Daarom is het ook belangrijk dat kinderen meer moeten gaan bewegen, vooral zwemmen. Ja, vind ik een van de mooiste onderdelen. Ja. Voetbal, zwemmen, basketbal, tennis zelfs. Vooral omdat je op de aarde veel meer water hebt dan. Klopt. Gaan we ook de ballen doen, hè? Ballen wil je ook? Ja. Onder onze legendarische Sparta. Ah, mooi hoor. Netjes hoor. Dus dames en heren, wil jij een complete setje met een trainingspak en een shirt? En een bal met de handtekening van
Onze legendarische Noordin Bukhari. Jullie ouders weten wel wie ik ben, hoor. Juist, inderdaad. En wil je weten wie die is? Ga op YouTube, tik Noordin Bukhari. Dan zal je zien, dat was een legendarische nummer 10. Met lang haar. Met lang haar, inderdaad. Hij was toen wat slanker dan slanker nu. Slanker dan nu, ja. Heel veel slanker. Maar ja, word ook een dagje ouder. Worden we allemaal. Ja, dat sowieso. Nou, de laatste. Dus wil je een hele complete setje, je weet me te vinden, app mij. En wel snel, want zaterdagochtend vertrek ik naar het buitenland en dan heb ik geen tijd. Dan ga ik genieten van de zon. En als jullie niet komen, neem ik alles weer mee terug naar Sparta. Juist, heel simpel. Snel terugkomen. Gaan we allemaal zwemmen. Zwem als een vis. Oké, ik ga even een pen halen, want ik zag dat deze het niet doet. Ik ga even een pennetje. Ja, juist. Om even je naam en je handtekening te zetten. Ik ga gelijk inlijsten, ga ik zetten in de kamer. Kom maar dan. Lekker voorbeeld van de zoon. Nou, je ziet, het is bijna klaar, mensen. Nog een pen die het doet en dan hebben we het diploma binnen. En die hangen lekker in mijn kamer op. Ik kan mijn zoon er altijd naar kijken voordat hij zijn A-diploma haalt. Hier. Bij Bad Meesterzies. Ik vond het in ieder geval heel leuk. Ik heb mezelf ook verrast. Aangezien ik hier een beetje aankom van ik kan het niet en ik kan niks. Maar ik heb mezelf ook verrast. Daar ben ik wel blij mee dat ik dit heb gedaan. En hopelijk kunnen jullie dit zien en kunnen jullie dit ook nadoen. Of in ieder geval inschrijven bij Abdelaziz. Jij met je inschrijven. Ja, goed. Alleen dat je jouw klant aan het binden, vriend. Dus je moet snel inschrijven. Als je gaat op vakantie, dan ben je weer onbereikbaar. Mag je hier je voornaam en achternaam schrijven? Weet je zeker met dit lukt? Ja, met de punt. Met de punt. We gaan het gewoon proberen. Wat een handschriftje. De Bukhari. Ja, toch? Ja, je geboortedatum. Yes. We haal het op. Vraag je aan mij? Ik leef onder de grond. Ja, ik ook. Naam zwembad weet ik wel, skullig. Zwembad ik ook. Wat was vandaag? Suliman! 19. Hoeveel is vandaag? 19. Datum? 19e. Ah, geloof hem niet. Ik zeg 19, dan gaat jou roepen. Ja, ik ga dat doen. Nou, mag je hier tekenen? Jij bent de zwemmer. Ah, nu komt mijn handtekening. Oh, ah. Kiksmaster. Hij is jou zo mooi, man. Begrijp je? Leuk. Gefeliciteerd, alsjeblieft. Dank je wel. Denk jij ook dat je een zwemkampioen bent? Contacteer mij en wie weet, you're next. Shukran. Hij is binnen. Gaan we allemaal zwemmen. Zwem als een vis. Zwem als een vis.